Bello Lilo Broek, vindt hij dat een vreemde naam? Bel, dat is dan Kletskoek, want het is een naam met faam. Al mijn opa's, opa's, die me vier zijn voorgegaan, hebben zonder poespas ooit een uitvinding gedaan. Hiep, hiep, hoera! Zo vrolijk. Het is zo fijn om in Amerika te zijn. Ja. Je bent grappig als je zingt en danst. Er is niks aan te doen. Dankzij de musical floopser, de musical floopser, de musical floopser, fris en me het groen. Musical floopser? Kaboom, dat wil ik ook. Kijk dan in je floopscabine, de floopscabine. En dan word jij ook blij. Ademverfrisser en musical floopser in. Oh, dat moet ik proberen. Eens kijken of het werkt. Werkt, werkt, werkt! Kaboom, dit is zo leuk. Ik lach me in een deuk. Bianca en ik, wij gaan nu wandelen op Broadway. Ik heb gewoon gelijk. Nee. Jij hebt het aan meneer Hubert beloofd, dus jij moet het doen. Ik heb aan meneer Hubert beloofd dat jij de speech zou schrijven. Ik? Ja, en beloofd is beloofd. Lolly! Marks, meneer Hubert heeft die speech over een half uur al nodig. En wij hebben nog niets, nul, nada. Geen paniek. Lolly is heel goed in speeches schrijven. Ja, Marks, het moet een ernstige speech zijn. Lolly kan heel ernstig zijn. Patatie, patata, patata. Coco mijn konijn die krijgt een zoen, zoen, zoen. Patatie, patata, patata. Coco mijn konijn die krijgt een zoen, zoen, zoen. Dag Marks, dag Cara, dag vrienden allemaal. Welkom in de show en luister naar mijn verhaal. We hebben een enorm probleem. Fanfare de blaaskaken krijgen een prijs van de burgemeester. Meneer Hubert moet die afhalen en een speech geven. Oh, daar wil ik graag bij zijn, dat wil ik echt niet missen. Al die chique mensen in kostuum, ik ga me snel verfrissen. Kom, ik klein konijn. Ja, ja, stop maar met die show, want wij moeten zijn speech schrijven. Geachte burgemeester, dames en heren. Appels en peren, het spel gaat beginnen, dus zing met ons mee. En van je 1, 2, 3, 4, hoeps, Valderie. Hoeps, Valderie. Hoeps, Valderie. En van je 1, 2, 3, 4, hoeps, Valderie. Hoeps, Valderie. Hoeps, dan. Lolly, alsjeblieft. Sorry, Karamel. Ik kan er niets aan doen. Het komt door deze floepser. Hij laat me alles in musical-stijl doen. De kleine kapoen. Cool. Dat wil ik wel eens testen. Nee! Straks is meneer Hubert hier en heb ik alleen nog maar... geachte burgemeester, dames en heren. Oké. Ik ben Hubert, de vlaggedrager. Nu ben ik dik. Maar vroeger was ik mager. Toen stapte ik snel. Maar nu wat trager. Ik ben nu bij boem, boem, de vlaggedrager. Toen stapte ik snel, boem, boem, en nu wat trager. Ik ben nu bij boem, boem, de vlaggedrager. Toen stapte ik snel, boem, boem, en nu wat trager. Ik ben nu bij de vlaggedrager. Applausje mensen! Lolly, stop alsjeblieft met zingen en dansen. Ik zou wel willen, maar ik weet niet hoe. Huh? Ik ben gestopt. Ik zing en dans niet meer. Oef. Oké, kom aan.
De speech, voor het te laat is. Het is te laat. Dag, meneer Hubert. Dag, kinderen. En, wat denken jullie? Mooi, maar saai. Het mist iets. Iets? Ja, iets dat het net iets anders maakt dan al de rest. Oh. Ja, u wil er toch bijzonder uitzien op die bijzondere dag. Oh, natuurlijk. En bent u zenuwachtig, meneer Berg? Zenuwachtig? Een beetje. Veel. Zo, dat is iets beter. Iets beter, echt waar? Dank je wel, Lolly. En is de speech klaar? Bijna, meneer Hubert. Cara is hem aan het nalezen, zodat er zeker geen fouten in staan. Fouten? Oh nee, dat kan niet. Stel je voor, er mag niks misgaan, hè? Dit is een bijzonder ernstige aangelegenheid. Wij zullen eens gaan kijken of uw speech al klaar is. Oh ja, dat is goed, ja. Oh, een ademverfrisser met munt. Perfect. Mijn adem ruikt nu vrees. Oh nee, dat is niet een mis. Oh, dit is cool. Wat doet u dat goed? Hey. Oh, dank u wel, mevrouw. Dank u wel, meneer. Ik moet nu gaan tot een volgende keer. Geachte burgemeester, dag dames en dag heren. Oh nee, het is toch fantastisch waar, dat u onze fanfare met een prijs wil vereren. Grappig, hè? Niks te grappig. Zo kan hij toch niet naar de burgemeester? Ik moet nu gaan. Vaarwel. Vaarwel. Taart! Ja, wilt u misschien eerst nog wat taart? Taart? Taart! Oh, uiteraard! Lustig taart! Maar normaal eet ik alleen maar taart in maart. Taart in maart. Taart in maart, maar nu op de taart lekker. Hoe lang duurt het voordat die vloeps er is uitgewerkt? Geen idee. Ring, ring, ring. Waar is dat ding? Hallo, hallo. Wie heb ik aan de lijn? Meneer de burgemeester, wat kan ik voor u doen? Zeg het snel en ik geef u een zoen. Meneer de burgemeester gaat denken dat er iets mis is met meneer Hubert. Er is ook iets mis met meneer Hubert. Hij is gevloekt. 1, 2, 3, rikketiek. Nee, meneer de burgemeester, ik ben niet ziek. Ik ben helemaal normaal. En ik kom eraan en dan ga ik met prijzen laten... Ik ben assistent van meneer Hubert. Oh, meneer de burgemeester. Nee, dat was meneer Hubert. Ik denk dat u een slechte verbinding had, meneer de burgemeester. Hela. Hallo, hallo, wie heb ik aan de lijn? Mijn Leontien, of is het iemand anders en zo? Nee, dat is onze radio die wat hard staat. La donna. Oké, okay, meneer de burgemeester. La donna telefona. Sorry dat meneer Hubert wat laat is, maar hij komt zo snel mogelijk. Telefona. Prettige dag nog. La donna telefona. Mooi, Karen, meneer Hubert. Waarom heb je mijn telefoon in de hand? Meneer Hubert, u bent uitgefloepst. Ja, ja, u bent weer normaal. Normaal? Ik wel, ja, maar aan jullie begin ik toch te twijfelen, hè? Hoe laat is het? Hoe is het al zo laat? Oh, ik moet er vandoor. Vergeet u niks? Oh, ja, natuurlijk.
Lisa. Oh, Molly. Nee! Uw speech! It's showtime. Nee, again. Weer. Yes. Meneer Lombok moet ons helpen. It's showtime Max, again. Jij zorgt ervoor dat meneer Hubert niet ontsnapt. Oké, okay. Komt in orde. Dag Lollipop. Oh, die musical flopster is geweldig. Bianca en ik hebben nogal gedanst op straat. Oh, dat had ik graag gezien. Maar hoe komt het dat jullie nu niet meer zingen en dansen? Geen idee. Nou ja, want we hebben gezongen en we hebben gedanst. Hè, voor een heel groot publiek. En op het einde kregen we applaus. Wow. Dat is het. Wat is het? Wel, meneer Hubert stopte ook toen ik in mijn handen klapte. En jij stopte met zingen en dansen toen Marx voor jou applaudisseerde. Ah ja, dat is logisch. Want op het einde van een musical volgt er altijd een applaus. Kom, we gaan applaudisseren voor meneer Hubert. Dit was de enige manier om hem hier te houden. Wacht even. Dit is zo grappig. Dit is niet grappig. Red mij. Bravo. Bravo. Het werkt. Hoe laat is het? Oh, het is al zo laat. Wens mij succes. Succes. Dank je. Uw speech. Mijn speech. Iemand zin om musical te spelen? Ja, cool! Moet dat echt? Zeg, waar is de musicalfloepster eigenlijk? Geachte geachte burgemeester, dames en heren, ik ben Hubert, boem boem de vlaggendrager. Nu ben ik dik en vroeger was ik mager. Ik ben Hubert, boem boem de vlaggendrager.